eerste starter was Eddie van den Hoorn, die samen met Johan Vindhammer de vier houten pallets voor Escort WRC bemand. Primeur voor Nederland was de Subaru Impreza WRC van Bert de Jonge Ton Hille, een van de favorieten voor de DRO. Henk Vossen kwam aan de start met de kampioensescort van 1997. Uiteraard had de auto wel de inmiddels bekende groene kleur gekregen. Eerste nationale starters waren Koen Vink en Hans van Goor met een zilvergrijze Subaru. Gevolgd door de Toyota van Erik Wevers en de Ford Escort Cosworth van Dirk Poers. Lokale rijder Edwin Abbring ging van start met nummer 6 op de deur van de Charisma GT. Zijn doel was duidelijk, de groep N overwinning. Jan de Winkel voerde de Formule 2 aan in zijn Stiga Volkswagen Golf Kitcar. In de beginfase van de rally geven de toppers elkaar niets cadeau. Eddie van den Hoorn loopt ondanks het hoge tempo een lichte achterstand op, maar behoudt de aansluiting met de leiding. Bert de Jong en Ton Hillen starten rustig. Na een derde tijd op proef 1 draaiden ze een aantal snelste tijden en namen de leiding in de wedstrijd. Sluwe Vos Henk Vossen laat de toppers zijn eigen strijd uitvechten. Hij draait zijn eigen hoge tempo en wacht af hoe de wedstrijd zich gaat ontwikkelen voordat hij zijn plan trekt. Koen Vink voorspelde vooraf geen weerwerk te hebben tegen de modernere WRC's. Hij maakte echter vele seconden goed door een enorme inzet en agressieve rijstijl, ondanks dit kleine foutje. Jan en Nancy van der Marel beleefden weinig plezier aan deze jubileumeditie van de ELE Rally. Na een stuurfoutje in proef 3 en het gooien van wat modder, kwam in proef 5 de Escort WRC met een kapot differentieel tot stilstand. Ook Mark Breyer had zich, samen met Arie Lekkerkerker, ingeschreven voor het DRO. Ze kregen van Ford Nederland de ex-Eddie van den Hoorn voor het Escort Cosworth mee op oorlogspad. Lokale man Piet van Hoof was blij met het droge weer. Met de tweewiel aangereden Ford Sierra nestelde hij zich in de top 10. Erik Wevers en Robin Ecker reden een strak tempo en nestelden zich in de subtop. Voor Dirk Boers kwam er een abrupt einde aan de ELE Rally toen de versnellingsbak dienst weigerde. Edwin Abbring kende deze problemen niet en ging voor de groep N zegen in zijn thuiswedstrijd. Jan de Winkel nam het voortouw in de Formule 2. Ook in deze klasse ontstond een secondenstrijd. Ernst Kranenburg en Erik-Jan Gruntman hadden zich vooraf een top 5 klassering toebedeeld. Voorwaar geen eenvoudige opgave in dit sterke deelnemersveld. Hans Wijs gaf samen met Karel Roberts de Golf Kitcar flink te sporen. Toen zij op Slicks de proef Pirok moesten rijden tijdens een hoosbui, verloren ze flink wat tijd. Bert de Jong bouwde stelselmatig zijn voorsprong uit terwijl de avond inviel. Bert de Jong, ELE, eerste optreden met de WRC in Nederland, maar we staan hier bij de auto langs de kant, bij de service. Wat is er precies gebeurd? Nou, op de tweede keer proef Sint Oederode zijn we van start gegaan. En dan heb je een onverhard pad van 200, 250 meter. En het was dermate slecht dat er nog twee karresporen waren, dus daar reden we gewoon in. En we accelereren op naar de volgende bocht en dan gaat de weg over van onverhard naar asfalt.
En er zat een enorme opstap in van 20, 25 centimeter. En daar hebben we dus het complete wiel dus een beetje onderuit gereden. Na die proef hebben we hem wel zien rijden op de volgende proef erna. Dat is allemaal weer hersteld, half hersteld en dan toch weer kunnen rijden. Ja, maar de auto die gedraagt zich niet meer zoals die moet zijn. En de service tijd is hier toch redelijk kort. Je kunt nog wel wat straftijd pakken, zeg maar. Maar ja, het heeft voor ons geen zin meer. We hebben inmiddels zoveel tijdstraf opgelopen dat een klassering voor het kampioenschap dat geen nut meer heeft. Je noemt het kampioenschap, jullie gaan voor de DRO alsnog? We hebben ingeschreven voor de DRO en we zouden de komende weken gaan bekijken hoe dat voor ons het kampioenschap er zou gaan uitzien. Dus dat doen we alsnog en dan zullen we kijken welke wedstrijden dan we gaan rijden. Door het uitvallen van de Jong kregen Koen Vink en Hans van Kooi de leiding cadeau. Wij zochten hem bij de service op en vroegen Koen naar zijn bevindingen. Gaat goed, we liggen eerste. 11 seconden voor de Eddy. Ik moet er wel hard voor rijden, je ziet maar aardig op me uit. Een hele goede auto, Eddy, een World Rallycar. Ik rijd nog in de normale groep A. Maar we pakken iedere proef een paar seconden, dus ik hoop dat ik het de rest van de avond ook kan doen. We hebben vanmorgen en vanmiddag aardig wat regen gehad. Het onvaart is ook wel lekker vet en glad. Perfect voor jou? Ja, perfect voor mij. Ik weet het niet. Het ligt me wel wat onverhard en als het een beetje slecht is, dan heb ik misschien een iets groter hart. Maar ja, dat kan je ook opbreken af en toe. Eddy, jij rijdt en jij rijdt voor een verschillend kampioenschap. Daar hou je rekening mee of ga je gewoon voor de overwinningen? Ja, je zou er rekening mee moeten houden, maar dat doe je niet. Je wil gewoon winnen natuurlijk. Dus morgen is een lange dag en veel proeven die goed voor Eddy's auto zijn. Dus we moeten even afwachten. Maken. Allerlei kleine technische mankementen wierpen de Heligem-piloot steeds terug. Uiteindelijk strandde hij op een achtste plaats algemeen. Jan de Winkel haalde op zijn wenkbrauwen de finish. De laatste twee proeven werden zonder koppeling afgelegd. Toch eindigde hij samen met Peter van den Berg als zevende algemeen en eerste in de Formule 2. Edwin Abbring en Edward van Kessel gaven de Mitsubishi Charisma GT de tweede dag nogmaals flink te sporen. Uiteindelijk eindigden zij voor de derde opeenvolgende maal als eerste in de groep N. Mark Breyer vocht tot op de laatste meters een strijd uit met Ernst Kranenburg. Na dag 1 stonden beide Kemphanen exact gelijk. En gedurende de tweede dag gaven ze elkaar geen seconde toe. Uiteindelijk trok Kranenburg aan het langste eind en wees hij Breyer terug naar de vijfde plaats algemeen. Terwijl hij zelf vierde algemeen werd en derde in het nationale klassement. Erik Wevers consolideerde zijn derde plaats van de eerste dag en reed in zijn eigen tempo de wedstrijd uit. Wel verloor hij op klassementsproef 15 nog enige seconden toen hij zich verremde. Hierdoor kwam zijn derde plaats echter niet in gevaar. Koen Vink perste alles uit zijn zwaar beschadigde Subaru. Op proef 11 miste hij een chicane en schoof van de weg. Hij wist terug te komen tot op 11 tellen van de leider. Hij finishte op een tweede plaats algemeen en behaalde zijn derde overwinning op rij bij de nationale.
Eddy van den Hoorn was uitermate tevreden met zijn overwinning van deze 1-1 rally. Vanaf het begin was het juiste ritme daar. Eddy was dit weekende in goede doen, vertelde ons navigator Johan Vindhammer. Dat Eddy blij was, stak hij niet onder stoelen of banken.